Onze chauffeurs komen toe op de site, gaan hun transportdossier ophalen in een brievenbus. Komen we op die moment meestal bij ons op kantoor om samen met de transportverantwoordelijke het dossier te bespreken en door te nemen wat dat de juiste instructies zijn. Gaan aansluitend samen met de planner planning even doornemen of dat ze alles reglementair kunnen uitvoeren. Aansluitend gaan die dan met de collega's eventueel een tas koffie drinken en gaan die rustig aan hun transport beginnen voorbereiden, controle van de vrachtwagen. En afhankelijk van welk type transport, zullen die met een dubbele bemanning of enkel bemand het transport aanvangen nadat ze de vrachtwagen gecontroleerd hebben. Honrad is een société belge die existe depuis 1988, qui est située à Fleurus et qui est exclusivement active dans le domaine de la logistique et du transport de matières radioactives et nucléaires. Nous connaissons une certaine croissance depuis quelques années, une croissance assez forte, et pour soutenir cette croissance, eh bien, nous sommes à la recherche de nouveaux collègues. De ideale kandidaat voor de functie van chauffeur bij Transrad is een communicatief, integer, ervaren vrachtwagenchauffeur. Liefst met internationale ervaring, omdat er bij ons heel veel verre ritten bij zitten. Iemand die gevoelig is voor regelgeving, procedures, veiligheid en beveiliging. In functie van de internationale transporten die wij moeten uitvoeren, verlangen wij ook dat onze chauffeurs meertalig zijn, waaronder Nederlands, Frans, Engels en Duits de belangrijkste zijn. Wat het zo leuk maakt bij Transrad is eigenlijk de afwisseling, verantwoordelijkheid, het autonoom werken. Maar toch wel altijd kunnen terugvallen op de projectmanagers als er extra problemen zijn of dergelijke. Dus er is ook allerlei keuze uit verschillende ritten, zowel nationaal als internationaal, maar vooral internationaal. Waardoor dat we een heel mooie streken terechtkomen zoals Zweden, Roemenië, Frankrijk, Engeland. En dus maximum zijn wij een tweetal weken op de baan. Maar er zijn ook geen verplichtingen. Er is altijd, kan je dit doen? Die vraag wordt altijd gesteld aan de chauffeurs. Buiten het werken, zeg maar, wordt er ook wel rekening gehouden om eens samen te komen. Bijvoorbeeld voor een teambuilding of een etentje. Gewoon eens te kunnen praten over privé en niet over het werk. En dat wordt ook wel rekening mee gehouden door het personeel. J'aimerais savoir si vous avez le potentiel d'être un futur collègue chez Transrad en tant que chauffeur.